is ons nieuw kantoor. Wij zitten sinds begin dit jaar. Zijn we hier begonnen met een nieuwbouwproject. Ons hoofdkantoor zit wel in Den Haag. Wij bestaan al 11 jaar. Wij hebben ons kunnen onderscheiden in onze branche omdat wij diverse doelgroepen aanspreken. Zoals Turkse doelgroepen, Poolse doelgroep, Bulgaars, Hongaars en zo kan ik maar verder gaan. Dus de buitenlandse doelgroep is ons favoriete doelgroep in dit geval. Of wij kunnen hun heel goed begeleiden omdat we hun taal spreken. We hebben een Poolse collega die hun taal spreekt. Dus we hebben een brede doelgroep die we aanspreken, waardoor we ook best wel een goede verkoop hebben hierin. Wij adviseren ook de ontwikkelaar wat de wensen zijn van de doelgroepen. Dus als je naar Delfshaven kijkt, dan heb je over een hele multiculturele doelgroep. Bijvoorbeeld de Turkse doelgroep. Die wenst gewoon, als hij heel veel bezoek heeft, dat hij gewoon dat de dames in de keuken ook kunnen zitten. Dus ze willen toch een woonkeuken. Of Hindoestaanse mensen, die vinden het heel belangrijk dat ze een afgesloten keuken hebben. In verband met de lekkere eten die wel pittig kruiden gebruikt wordt, zeg maar. En dat het niet in de woonkamer terechtkomt. Het verschil tussen een Turks ondernemer en een Nederlandse ondernemerschap. Ik denk dat de Turkse doelgroepen of Turkse ondernemers veel gedreven zijn. Die durven ook stappen te ondernemen. Een van de mooiste voorbeelden is dat wij in deze tijd onze tweede vestiging openen in Rotterdam. Nou, in deze branche? In deze branche, waar iedereen eigenlijk aan het bezuinigen is, aan het krimpen is, aan het fuseren is. En wij zetten een stap om een nieuwe vestiging in Rotterdam te openen. Ik denk dat daar voornamelijk de verschillen in zit. Iets meer durft. Ja, wij durven meer. Wij zitten wat meer pit en wat meer temperament erin. Dus een klant, we hebben een afspraak gemaakt vandaag voor een bezicht. Er werken alleen maar vrouwen bij jullie in de onderneming? Ja, klopt. Ik geloof ook erin dat de vrouwen veel meer feeling hebben bij een woning. Bij het verkoop van een woning. Want als je een stelletje hebt en die koopt een huis, een vrouw is de beslisser of de huis gekocht wordt of niet. Hoe je went of keert. En dat is bij een Turks gezin, een Marokkaans gezin, een Nederlands gezin altijd hetzelfde. Een vrouw beslist over de huis. De heer kijkt alleen over de kostenplaatje. Ik heb in 2001 op een jonge leeftijd heb ik een huis gekocht toen. En er was heel veel vraag in mijn omgeving. Omdat ik zo goed als een beetje de eerste was die een huis had gekocht. Dus mensen kwamen heel vaak met de vraag van hoe heb jij het gedaan? Hoe heb je je hypotheek geregeld? Kan je ons daarbij helpen? En ik zag eigenlijk misschien een gat in de markt. Zo ben ik eigenlijk begonnen. Nou, ze is erg enthousiast over de woning, dus dat komt ook wel goed, denk ik. Nou. De vrouw beslist. Vrouw beslist, absoluut. De man kan alles zeggen wat hij wilt, maar vrouw beslist met woning. En hoef je niet al die energie in die man te steken die uiteindelijk toch niks te zeggen heeft. Precies.